Goedemorgen, welkom aan Antwerpen. We zijn vandaag in de haven van Antwerpen, dichtbij de terminal van MSC, een zeer, zeer grote klant van de haven, maar ook een zeer grote klant van Infrabel. Het is vandaag een historisch moment. MSC gaat zich lanceren als ook spooroperator. En dus het is een bijkomende klant voor Infrabel. En we komen hier natuurlijk voor de eerste trein van MSC. We zijn hier met Marc, managing directeur van MSC België. Alors Marc, zou je je terminaal kunnen ons presenteren? Ja, wel, hetgeen dat u ziet, dat is de grootste containerterminal van Europa. MPET staat voor MSC PSA Europe Terminal. Wij verwerken hier op jaarbasis een kleine 8 miljoen containers. Die 8 miljoen containers die komen van heel de wereld en gaan naar heel de wereld. Het is een groot terminaal, maar jullie hebben nog veel projecten en een zeer groot potentieel voor de toekomst. Absoluut. De idee is, samen met de haven zijn we aan het praten om het dok uit te breiden. U ziet de kranen daar staan. Dit is de grootste concentratie van gantry cranes, noemen ze dat, ter wereld. Maar het is vol. En het havenbedrijf van Antwerpen is zinnig om een dok bij te bouwen. En als we een dok bijbouwen, gaan we meer capaciteit krijgen voor boten bij te brengen. Maar het moet natuurlijk ook aangevoerd worden en afgeleverd worden. En daarvoor zoeken wij ook naar automatische systemen, ook naar spoorsystemen om dat te realiseren. Oké, hartelijk dank Marc. En we gaan proberen jullie zoveel mogelijk te steunen. Hartelijk dank, bij voorbaat. Ja, ik ben hier met Sergio, die verantwoordelijk is voor de nieuwe operator van Infrabel, is Medway. Alors, Sergio, het is een historische dag voor Medway. Het is een historische dag voor Medway in België, Nederland en Duitsland, ja, dat is waar. Het zijn operationeel sinds gisteravond, maar nu de eerste trein richting Noyes over Holland rijden vandaag. Dus het is de eerste officiële trein van Medway in België, maar jullie hebben veel ambitie in België. We gaan wel, wat ik van het begin af aan gezegd heb, proberen groeien, maar gezond groeien en groeien als ze klaar voor zijn. Ja. En waarom hebben jullie gekozen om zelf trein te opereren? Goeie vraag. Dus we zijn begonnen in Portugal en Spanje enkele jaren geleden al. Die productie die we nu overstappen in België, die bestaat ook al 10 of 12 jaar. Dus dat was eigenlijk een logische stap om te zeggen van, als we het zelf kunnen doen, kunnen we dat in België ook wel proberen eigenlijk. Hè. En hoeveel treinen opereren jullie hier dagelijks? Per week zijn dat 14, per dag 2 à 3. Ja. Oké, dankjewel en veel succes met de nieuwe operator. Dankjewel, merci. Jullie kunnen Niels al niet herkennen, een van onze belangrijke partners. Hallo Niels, het is vandaag een belangrijke dag voor de haven van Antwerpen. Absoluut, hè. We mogen de introductie zien van Medway, een nieuwe spoorwegmaatschappij op de Belgische markt. We zijn heel blij dat MSC als belangrijke grote klant van de haven van Antwerpen eigenlijk een eigen spoorwegmaatschappij heeft opgestart en de daad bij het woord heeft gevoegd om het spoor prioriteit te geven en zelf een spoorwegmaatschappij op te richten. Dus een heugelijke dag voor de haven van Antwerpen. Ja, er zijn al veel operatoren hier in de haven van Antwerpen. Waarom is een bijkomende operator belangrijk? We denken bijkomende concurrentie is heel belangrijk en ook een signaal naar de markt. Dat een hele grote speler, een industriële speler die ook wereldwijd actief is, heel actief kiest om spoor op te zetten in België vanuit de haven van Antwerpen in samenwerking met ons, met Infrabel en dan ook het hinterland te ontsluiten naar Antwerpen. Dus dat is een bijzonder belangrijk signaal, denk ik. Oké, hartelijk dank en tot de volgende keer voor nog een nieuwe project in de haven van Antwerpen. Graag gedaan. Enjo werkt in onze accountmanagementcel van Infrabel. Enjo, het is een nieuwe operator. Een nieuwe operator is altijd een grote uitdaging voor Infrabel. Zeker en vast. Als een nieuwe operator zich aanmeldt, dan moeten wij hem begeleiden. Eigenlijk van A tot Z. Beginnen bij het verkrijgen van de veiligheidscertificaten. En bij Medway hadden we echt meteen een goed gevoel. Dus dat de enorm strakke deadlines. Mm-hmm. Maar we zijn er uiteindelijk toch in geslaagd om samen met het enthousiaste team van Medway mm-hmm. om alles rond te krijgen. En dus vandaag zijn we hier mm-hmm. op het launch-event mm-hmm. van een van de eerste treinen van Medway. En ik ben bijzonder fier, mm-hmm. niet alleen op Infrabel, maar ook op de mensen van Medway, dat we er samen zijn in geslaagd om dat te gaan realiseren.
Dus het bewijs dat Infrabel kan ook echt reactief zijn. Infrabel is zeer reactief geweest in deze. En ik denk dat de klant ons zeer erkentelijk is daarin. Oké, hartelijk dank en dikke proficiat. Dank u wel. Mignon. Tot ziens. Dag. Mais voilà un jour vraiment très très important pour Infrabel, un nouvel opérateur sur le réseau, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc on est très très fiers d'accueillir Medway sur notre réseau, d'autant plus que Medway est vraiment un très très gros joueur au niveau mondial. Et donc le potentiel de développement de Medway est assez important. Et donc nous chez Infrabel, on va vraiment tout faire pour les aider, les soutenir dans leur grande ambition. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur le terrain.